Beste kijkers van Camper TV, welkom bij de rubriek De Verzamelaar. Maar waar zijn wij eigenlijk hier? Waar zijn wij? Ik ben Wim van Hoof, woon in Bladel en ik verzamel tractorfolders. Tractorfolders? Wauw! Wim, daar wil ik alles van weten. Zullen we eens gaan kijken? Ja. Ga je mee? We staan hier in de schuur bij Wim van Hoof. Hij spaart tractorfolders. Maar Wim, hoe begon je daar ooit aan? Nou, ik ging als kind vroeger met mijn vader mee, die werkte bij de Boerenbond in Veldhoven. Toen was ik een jaar of 7, 8. En als ik daar dan mee ging, dan kreeg ik altijd folders bij de kast. Daar lagen de ventfolders. En die bracht ik dan mee. Ik zie hier nu diverse mappen liggen, maar dat is veel meer dan dat je zo bij de kassa meekreeg. Hoe ben je dan aan de rest gekomen? Nou, we gingen vroeger veel naar beurzen, lokale landbouwmechanisatiebedrijven, Liemde Landbouwshow, Landbouwrij. Zo ben ik eigenlijk door de jaren heen als kleine jongen gaan verzamelen. Eerst natuurlijk heel onschuldig, maar altijd alles bewaard. En dan word je wat ouder en dan krijg je ook wat meer emotie met het rijden van tractoren en noem maar op en het werken en sleutelen eraan. En van daaruit begint je hobby te groeien. En van het een komt het ander, zie ik wel. Want ik zie hier heel kleurrijke folders. Ik zie hier de Ford, de Fendt. Heb je ze gegroepeerd per merk? Ja, ik heb elk merk heb ik een aparte rubriek staan. Alle mappen zijn allemaal per merk gesorteerd. En hoeveel mappen heb je ongeveer? Nou, ik heb momenteel, zoals ik die nu hier heb zitten, zitten er meer dan 200 mappen. 200 mappen? En ik zie dat het ook heel dikke mappen zijn. Er zitten er tientallen, misschien wel 100 in. Zo, hoeveel folders zou je dan wel niet hebben? Nou, ik hou het een beetje bij. Ik voor de hoofdmerken, zeg maar, voor mijn verzameling. En bijvoorbeeld dan John Deere is de grootste verzameling die ik heb. Er zitten ongeveer 1500 folders in de verzameling. Maar ook van Ford, van Renault, van Fendt, International Case, noem maar op. Elk gangbaar merk, wat nu ook nog te krijgen is, probeer ik te verzamelen. Ja. En echt alleen maar de folders? Want ik zie hier ook wat miniatuurmerken, een petje. Ja, dat zijn eigenlijk de bijkomstigheden. Ik ben zelf nogal een John Deere fan. Omdat ik er ook in de jeugd al wat beleving mee gehad heb. Vooral de knikkers vind ik heel mooi. Dat past ook weer heel goed, want de miniatuur die staan, er zit ook de folders van in de map. Dus in dat opzicht sluit het wel aan. Maar ja, je kunt niet alles verzamelen. Zijn er nog folders waar je een bijzondere herinnering aan hebt, Wim? Ja, dat heb ik wel. Het zijn eigenlijk de eerste twee folders waar ik mee begonnen ben. Ik zeg maar, vroeger ging ik met mijn vader mee als jongetje en die kreeg ik bij de kassa en die heb ik nog altijd bewaard. En de derde folder, dat is ook eigenlijk voor mij een bijzondere folder. Dat komt omdat ik hem mezelf in mijn jeugd eigenlijk al verknipt en vervouwen en weggegooid heb. En ben ik 2 jaar geleden weer tegengekomen in een verzameling die mij aangeboden werd. En dat is dan wel mooi. Daar zit dan wel emotie bij. En welk merk was dat? Dat was de Ford 3055 die ik destijds bij Smet de Visser hier in Bladel gekregen had. En ja, ik zeg al, die was van 1975. Ben je er veel tijd mee kwijt, Wim? Nou, gemiddeld per jaar ben ik er natuurlijk wel een aantal uren mee bezig. Maar als je het eenmaal goed opgezet hebt en ik heb er een goede structuur in. En ik weet vooral van de oudere folders, weet ik eigenlijk vrij goed uit mijn hoofd welke ik heb en welke ik niet heb. En zo als ik dan een folder voorbij kom dat ik twijfel, dan heb ik ook eigenlijk heel vlug gezien of ik hem wel of niet heb. Ja. Maar hoofdzakelijk weet ik wel wat ik heb en wat ik niet heb. Ja. Ongelooflijk mooi. Wim, ik ben diep onder de indruk. Ik kan echt heel eerlijk zeggen, ik heb dit nog nooit gezien. Ik heb nog nooit zoveel tractorfolders bij elkaar gezien. Meer dan 200 mappen, hele rekken vol, mooi gegroepeerd. Zijn er nog dingen die je eraan toe wil voegen, Wim? Nou, ik zou eigenlijk wel een dankwoord willen uitspreken naar alle lokale dealers die mij altijd gezorgd hebben dat ik deze folders ter beschikking heb kunnen krijgen. Vooral de regionale dealers van John Deere, de Kok, de Visser, Boek Heester vroeger, de Renault dealer, Dams. Alle mensen die mij eigenlijk hiermee verder geholpen hebben, want die ben ik daar wel dankbaar voor. En altijd nog, de emotie is nog altijd aanwezig van verzamelen. Tractorfolders. Verzamelen. Je moet er maar op komen. Fantastisch om ze eenmalig te zien bij Wim van Hoof in Bladel. Beste kijkers van Camper TV, heb jij ook een verzameling? Of ken je iemand die een heel bijzondere
verzameling thuis heeft, neem dan contact met ons op verzamelaarindekempen@gmail.com. Gewoon een mail sturen en wij nemen contact op. Doen hè!